Goedemorgen allemaal. Oh nee, ik ga het nog niet menen. Mijn stem weg is op de eerste dag van mijn stage. Nou, dat is dus wel zo. Vandaag heb ik mijn eerste dag stage bij Social Friends. Ik ben ontzettend benieuwd. Het gaat zijn. Ik heb er echt mega zin in. Ik denk dat dit echt zo een leuke stage gaat worden. Maar we gaan het zien. Mijn haar is echt vreselijk. Nou, ik ga me snel klaarmaken en zo. Ik heb sowieso een stem in de ochtend. Het is echt te janken. Maar goed. Nou guys, en dan ben ik alweer thuis. Mijn eerste stagedag zit erop. Het was echt heel erg wennen weer om van 9 tot 5 op kantoor te zitten. Maar het was wel super leuk om iedereen te ontmoeten. En heel erg gezellig team. En ik denk ook echt dat de werkzaamheden echt super goed aansluiten bij wat ik leuk vind en wat ik wil. En ja, waar mijn passie ligt. Dus dat vind ik top. Maar ja, zo'n eerste week is altijd super erg wennen natuurlijk. Maar goed, ik ga nu even eten maken voor mezelf. Mijn moeder had nog een pastasaus liggen. Dus ik ga even een pastaatje in elkaar flansen. Ik heb namelijk ontzettend veel honger. Het is nu 5:50. Nou, dit is mijn mooie pasta geworden. Dus ik ga lekker opeten. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdagochtend. Ik ben nu ready voor de stage dag 2. Outfit of the day. Deze top is van Chicago. Broek ook, by the way. Schoenen van Naked. En jas ook van Naked. Dus dat is de outfit. Ik heb maar in een strakke staart gedaan. Het is nu 7:30. Om 8:00 ga ik ongeveer weg. Om 8:30 op kantoor zijn elke dag. Ik ga even wat eten pakken. Koffietje drinken. En dan ga ik onderweg. Ik heb nooit stem in de ochtend. Vreselijk. Maar goed. Ik sliep gisteren echt om 10:30, 11:00. Ik was zo gesloopt. Dat is echt niks voor mij. Want ik kan nooit slapen. Maar goed. Ik hoop dat ik eindelijk weer met je ritme krijg. Ik merk dat ik heel te druk ben op mijn stage en niet kan vloggen als ik thuis kom, tegen veel honger heb en moet eten. En dan ook even een momentje voor mezelf wil hebben. En dan moet ik ook nog vloggen. Dus ik moet mijn weg gaan vinden hoe ik dit ga doen. Ik hoop dat jullie mij heel erg kunnen helpen alsjeblieft. Want ik weet niet hoe ik dit ga aanpakken. Ik kan gewoon niet veel vloggen op stage. Je kan op je kantoorbaan 40 uur in de week ook niet vloggen natuurlijk. Ik hoop even dat jullie mij misschien suggesties kunnen geven. En me kunnen helpen. Want ik kan niet vloggen. Ik kan niet een 30 minuten niet vloggen. Dat kan ik niet. Ik moet mijn ei kwijt. Ik moet helemaal niks. Ik vind het hartstikke leuk. En ik probeer dan veel mogelijk in de weekenden te vloggen. Maar ik weet niet of jullie het helemaal een soort kut vinden. Want ik vind het zelf ook kut. Mijn tweede stage dag was trouwens echt ziek leuk. Gisteren was ik echt helemaal gesloopt van alle nieuwe informatie en zo. Maar vandaag was het echt top. Ik heb echt allemaal leuke dingen gedaan. Dus ik ben helemaal happy, de puppy. Helemaal blij met mijn stage. Het is echt oprecht echt heel erg leuk. En het is dag 2. Morgen wordt het ziek mooi weer. Dus wil ik lekker in de avond gaan varen en eten op de boot. Met Stan. Super veel zin in. En ja, dat. Ja, ik hoop dat ik iets van het vloggen ga kunnen maken. En misschien zeggen jullie, joh, we vinden de weekvlog hartstikke leuk. Boeien dan maar een korte weekvlogje van een kwartiertje. Heb je toch een beetje een hoogtepunt uit de week. Heb je toch een beetje je wekelijkse dosis Sarah. Ik kan niet begrijpen dat je dat oprecht zou willen. Want dat is gewoon heel raar om te bedenken van zo. Maar ik wil wel wekelijkse dosis van jullie liefde en support. Want ik vind het zo leuk. Dus ik zit echt met mezelf van, hoe ga ik dit aanpakken? Want ik wil niet 1/2 uur stoppen. En ik heb ook geen tijd om 2 extra video's in de week te maken. So help a girl out, please. Nou jongens, ik zit zo gezellig buiten te werken. Ik zit lekker met mijn veranda. Ik heb dit even dicht gedaan. Ik heb de heater lekker aan. Lekker kaarsjes aan. Super schattig. En ik ben lekker aan het editen en het uploaden. En ik zit hier echt heerlijk. Het is echt een super chill avondje nog. Ik ga zo meteen wel echt douchen, want mijn haar is vet. En ik wil het gewassen hebben. Het is ook 10:15. En een hele goede morgen allemaal. Ik ben mezelf even aan het opmaken. Het is vandaag woensdag en het wordt vandaag vet mooi weer. Ja, ik ben naar kantoor. Maar ik ga naar kantoor, ga ik lekker varen en eten op de boot met Stan. Waar ik ontzettend veel zin in heb. Door stage kunnen we elkaar wel echt een stuk minder zien. Maar dat maakt het wel weer extra leuk als we elkaar zien. En weet je wat dat ook gewoon is? Stan en ik hebben elkaar ontmoet tijdens corona. Dus ja. Toen konden we echt zo wat elke dag met elkaar zijn. En nu gewoon eventjes anders. Ik bedoel, dat is ook niet erg. Maar dat is eerder gewoon dat we het niet echt gewend zijn. Terwijl, als je gewoon even dit leven een tijdje volgt, ben je het zo gewend. Ik kan me niet voorstellen
hoe het moet zijn als je een lange afstandsrelatie hebt. Het lijkt me echt zo moeilijk. Echt respect voor als je dat hebt. Maar ja, ik snap het wel. Want ja, ik bedoel, je bent zo verliefd. Waarom de fuck zou het uitmaken? Want ik zou op het moment toch ook niet, of op het moment nooit meer, dat zeg ik nu, een ander willen of zo. Ik weet niet. Ik kan je wel aanhouden. Maar als je hart bij iemand ligt, ja. Wat moet je dan het hier single terwijl je niet meer aan een ander denkt? Dat heb ik ook helemaal geen zin. Maar buiten dat, bizar knap. Ja, als je dat hebt. En als je dat lukt. Dan moet je gewoon veel facetimen en zo. Maar ja, het is gewoon ziek. Ziek lastig. En ja, qua mijn make-up doe ik altijd maar wat. Ik doe echt altijd maar wat. Ik maak het dus wel vaak mijn vriendin op. En anderen, maar omdat ik het gewoon leuk vind. Maar het is niet dat ik hier de koningin zelf in ben. Ik doe ook maar gewoon. Ik doe ook maar gewoon een beetje wat er leuk uitziet in mijn haar. Holy shit, wil niet meewerken vandaag. Echt niet. Oh, ik heb dit weekend trouwens echt een vaarweekend. Want hier in de buurt is het Gondelvaart. En dan gaan we met z'n allen de plas op met de boot. Dus dat is super leuk. En zondag hebben we het verjaardagscadeautje van Anne. Wat leuk is, dit kan ik vertellen, want die vlog is online en is toch geweest. Anne die denkt dat we met z'n vier gaan varen, met ik, Esmee, Nina en haarzelf. Door de Amsterdamse grachten. Maar we hebben als surprise dat onze hele vriendengroep meegaat en klaarstaat. En dus als we gaan, dan is het helemaal een surprise dat iedereen meegaat. En ik denk dat ze dat echt niet verwacht. In ieder geval, ik hoop, misschien hebben ze het al lang door. Ik kan ze gewoon heel goed verbergen. Maar ik hoop het. Lijkt me echt... Ja, leuk als ze het gewoon echt niet aan ziet komen. En gaan opeens met z'n allen die boten op. Dus daar heb ik ook echt zin in. Ik ben al niet helemaal geregeld geweest. Ik heb echt lopen bellen en lopen zeiken bij mensen. Dat was namelijk best wel lastig om in coronatijd te regelen. Nou ja, zo erg zijn de regels ook niet meer. Maar een boot voor 20 man te regelen. En je moet ook een schipper erbij hebben. Want wij hebben wel mensen met vaarbewijs. Alleen, ja, dat mocht dus niet. Je moest wel echt... Schipper erbij als je zoveel personen hebt. Wat ik op een gegeven moment ook wel begrijp. Want iedereen gaat natuurlijk een drankje doen. En zo'n grote boot moet je wel ja, er zeker van zijn dat het veilig is. Ik ben echt spiegelzadig met mijn make-up aan het doen. Want... Dus ik spreek jullie wel weer. Dit is de outfit of the day. Blue shark, naked, riem, H&M, broekje, Conquest Fashion volgens mij. En laarzen ook Conquest Fashion. Dus dat is de outfit. Oké, ik heb een gember shot gekocht die ik ga nemen. Sinaasappel, appelazijn en honing. Ik heb altijd echt een vreselijk mannenstem. Hallo, in de ochtend. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Maar goed, ik vind dit dus altijd wel echt gewoon echt lekker. Lekker die keel wegbranden. Ja, ik vind het top. Ik vind het ook echt helemaal niet dat je denkt, van, oh, ik ga van mijn nek. Of, mijn keel brandt weg. Misschien heb ik gewoon mijn nek te keel. Sowieso. Ik heb gewoon zo'n hoog pijn gehad. Ik heb niet heel snel pijn ofzo. En ik denk van, oh, dat is echt pijn. Nee, echt. Het doet echt geen pijn. Ja, chill. Nou jongens, ik ga nu de scooter op onderweg. Het is echt super lekker weer, dus dat is super chill. Oh my god jongens, het is vandaag zo mooi weer. Het is 6:10. Ik ben al een tijd thuis. Ik heb lekker een jurkje aangetrokken. Stan is lekker hier gekomen. Stan is lekker hierheen gekomen. Heeft pokeballs meegenomen. Super lekker. Bij Neko Sushi afgehaald. Love it. Favorite pokeballs sushi ever. En we gaan nu lekker een stukje varen. Lekker eten op de boot. En helemaal gezellig. Echt jongens, het is zo bizar mooi weer. We hebben daar lekker de pokeballs. Hier lekker bootje, lekker varen. Oh, wat een leven. Oh jongens, wat een leventje. Heerlijk op de boot, lekker eten. Echt super dit. Dus we hebben echt heerlijk het avondje op de boot gespendeerd. De zon is nu onder. Ziek mooie lucht. Genoten. Undercover bitch. No antwoord. Morgen weer lekker naar stage. Ik heb wel gewoon zin in. Ik vond het echt een leuke dag weer vandaag. Gaat je mij filmen? Ik vind het af en toe zo vrees. Nee, ik hou heel veel van jou. Ja, goed zo. Ik ben even op mijn telly aan het zitten. Wist je dat ik echt aan mijn kijkers heb verteld van... Dat ik jou mis, omdat we elkaar weinig zien. Vond je het een leuke avond? Ik vond het een leuke avond.
We hebben nog allemaal Amerikaans eten. Heb ik dat al verteld? Ik heb een pakket gekregen van iemand. Met allemaal Amerikaans drinken. En van dat chips en Reese's en chocola en zo. Dus wel leuk om het te proberen met Stan. Vanavond denk ik niet. Ik heb niet meer honger. Ja, misschien een chocolaatje. Ik wel. Ik heb wel heel veel trek. Oh. Heel veel trek. Ik heb echt zo'n box met chupa, chupa chup. Weet je wel, die lollies. En dan van elke lolly smaak een frisdrankje. Mm. En Reese's, dat je de vorige keer op met mij in Amsterdam. Dat kende Stan nog helemaal niet. En hij vond het heel lekker. Oh, wat een leuk. Nee. Nou, die kende ik gewoon hoor. Oh. Ook. Oh, maar je had het nog nooit op. Dat was het. Had het nog nooit op, maar het was heel lekker. Oh ja, hij verkoopt het gewoon bij de Jumbo. Ik lijk wel een soort verkouden, maar ik heb mijn make-up eraf gehaald. Dus daarom zie ik er zo weird ass uit. En ik heb een lekker truitje aan en een licht dekentje, want het is een beetje afgekoeld. Maar vervolgens denk ik nu echt, wat is het dan nou voor droge... Nou, hij is ook droog, maar... Super nice. Dat ken ik niet. Waarom ben je niet op mijn vlog? Gewoon niet. Als we 8 jaar hebben dan. Als we 8 jaar hebben, jongens, staan we altijd op de vlog. Als we samen wonen, dan moet je wel. Nee, helemaal niet. Ik krijg een heel aparte vlogkamertje. Nou, bedacht het even niet. Jongens, deze avondjes heb ik zo gemist afgelopen zomer. Geniet ons. Dit is trouwens de doos met alle dingen. Hey, is dat van die Wikipedia? Ja, van Kai. Van Kai. Jumbo. Een Jumbo. Moet je dit zien? Dit is een doos. Tering zwaar. Met chupa chups. Drankjes. Dat is zo gaar. Kijk dan, Stan. Oh. Dit is echt wat voor jou, dit is niks voor mij. Oh my god, zoals die strawberry and cream. Mango, grape, orange, melon en cream. Dan heb ik een Arizona sparkling green tea peach. Oeh, die ga ik morgen lekker meenemen naar stage. Lekker. Die vind ik top. Dan heb ik dus die noodles. Die Kai, van Kai's typetjes, weet je wel. The guy, I love him so much. Zijn eigen noedelmerk. Heel erg benieuwd om dit uit te proberen. Dan hebben we strawberry lemonade. Dit vind ik altijd gewoon lekker. Gewoon een lekker soort tropisch drankje. Dan het aloe green tea. Het aloe vera denk ik. Een soort green tea. Geen idee. Zit hier dan ook van die brokken in? Vast wel. Dan heb ik hier extra hot flavored chips. Cheese curls. Oeh, dit is voor mij. Met cheese. Jalapeno cheese curls. Ook echt voor mij. Peanut butter filled pretzels. Oké. En dan een Snicker White en Reese's bar. Reese's. Ik weet het eigenlijk niet. Dus, wil jullie iets proeven? Wil je antwoord geven? Oké, jongens, ik ga het even proberen. Ik ga even een hapje nemen en dan gaan we daar lekker theetje eten en dit op eten. Mmm. Er zitten eigenlijk noten in. Lekker? Een soort Snicker. Ja. Ja. Die andere is wel lekker. Ja, die cups zijn lekkerder. Ik kom er dus net achter dat deze vet weinig calorieën bevatten. Onder de 500 of zelfs onder de 400. Dus ik ga deze lekker meenemen als lunch. Naar mijn stage, dus dan ga ik ze lekker proberen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ga me even opmaken. Gisteravond, ik ga zo stuk. Ik ging Stan en ik na het varen even bed in liggen. We een serietje gaan kijken en zo. Dat zijn we gewoon in slaap gevallen. Gewoon om 9:30 of zo. Zijn we gewoon al in slaap gevallen. Toen werd opeens om 1 uur wakker, schrok ik wakker. Ik zeg, wat zijn we gaan doen, weet je wel? Ik dacht, En toen moest Stan natuurlijk al lang naar huis, want ik moest vroeg op. Hij moest vandaag vroeg op. Ik ga helemaal stuk. Hij naar huis gereden om 1 uur snel. Maar goed, ik ben op een of andere manier echt tering moe. Terwijl ik echt super vroeg sliep. Dus dat is een beetje apart. Ik ga eventjes klaarmaken. En dan gaan we weer. Ik ben thuis van stage. En ik heb ontzettend veel honger en ik ga nog lang niet eten. Want mijn moeder, mijn ouders, mijn vader gaan eerst ergens heen. Dus ik dacht, ik ga even een chipje proberen van gisteren. Ik wil echt de jalapeno cheese flavored proberen. Daar ben ik namelijk het meest benieuwd naar. Ik ben benieuwd. Ik ben namelijk echt gek op jalapeno's. Ze zijn echt huge.
Het smaakt wel echt naar jalapeno. Dit vind ik lekker. Ik vind het heel lekker. Zo'n klein zakje, dat wil je toch meteen achtergooien, ja? Het is trouwens allemaal te koop bij de Jumbo, bij de Action, en bij de Action volgens mij, als ik het goed heb, deze producten. Nog één. Om het af te leren. Oké, ik kon het eigenlijk niet laten om nog iets te drinken. Zo, dit zijn veel oranje. Zelfde grootte. Ik hou gewoon dit soort dingen. Lekker cheesy. Dat is wat je wil. Het kutte aan deze chips is dat het vet verslavend is. Als je er één wil, wil je die hele zak. Ik ga die andere ook gewoon proeven, want wat maakt er nog uit? Dit was het laatste zakje. De extra hot. Nou, jullie kennen mij. Ik kan tegen spicy food. Dus ik ben benieuwd. Ziet er niet spicy uit. Zo. We zijn heel spicy. Gewoon niet lekker spicy. Gewoon, je proeft geen smaak. Het enige wat je proeft is pittig. Maar, nee, lekker cheesy. Ga ik top 3 zeggen. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. Wel lekker, wel aan te raden. Als we dan toch echt bezig zijn, laten we ook gewoon dit proberen. Dit zijn pretzels. Dus dat is hartig. Gevuld met peanut butter. Ik kan me er niks meer voorstellen. Nee, dit is niks voor mij. Hetzelfde als van die zoutstikjes met binnenkaassmaak. Maar dat hou ik ook niet van. Jongens, kijk hoe cute. Ik heb deze kaarsen gekregen van de Candle Bar. Really like it. Oh my god. Guys. Check hoe ziek mooi de lucht is. Ik vind het niet normaal. Ik ben zo obsessed met de lucht. Dat is niet normaal. Als ik gewoon een mooie lucht zie, dan ben ik gewoon al gewoon happy. Wie heeft er nog meer? Ik heb het zo erg. Oké, guys. Ik ben terug van het sporten. Ik heb lekker gedoucht. En ik ga nu lekker deze dingetjes allemaal uitproberen. Voor mijn gezicht. Ik ga beginnen met het nachtserum. Dat is trouwens doorzichtig. Oh. Dit voelt zo lekker verfrissend aan. Dat lekker lippenbalsem op. Ik ben trouwens ook echt verslaafd aan lippenbalsem. Nee, zeg alsjeblieft niet dat ik de enige ben. Dan doe ik altijd X-Lash op. Ik had weer een Instagram samenwerking mee, maar mijn wimpers zijn echt bizar veel beter geworden. So I really like it. Oké, ik ga nu lekker de gezichtslotion gebruiken. Dit is toch te geweldig. Een gezichtslotion in sprayvorm. Ik vind het niet normaal. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer vrijdag. Laatste werkdag van de week. Heel erg benieuwd. Ik weet niet wat ik zeg. Het is vroeg. Het is al wat overal wacht. Nou, een beetje aan de late kant. Ik moet zo al gaan. Vandaag werken. Vanavond ga ik met Stanny, Panny. En van het weekend heb ik echt een tering leuk weekend. Dus daar heb ik bizar veel zin in. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdagochtend. Ik heb echt al een tijdje niet gevlogd. Ik was gisteren uit werk en gegaan naar Stan. Daar gezellig gegeten met zijn ouders. En we hebben de hele avond Expeditie Robinson gekeken. Love it! Ik ben nu onderweg naar huis. Ik ga namelijk langs bij een autodealer. Noem maar dat, autodealer, ja. Voor een auto, want ik wil graag een auto kopen. Ik rij heel vaak in auto's van mijn ouders, maar voor mijn stage wil ik toch wel echt gewoon een eigen auto. En ik kan eigenlijk altijd wel een auto van mijn ouders pakken, maar niet 5 dagen in de week voor naar kantoor, weet je wel. Dus ja, ik wil gewoon graag op zoek naar een eigen auto. En ik heb meer een soort prijs in mijn hoofd. Ik weet niet echt precies wat voor soort auto. Dus ja.
dat wordt een beetje kijken. Dan ga ik met mijn vader of gezellig samen erheen. Die heeft er wel verstand van. Ik bedoel, mij kan je alles aansmeren. Ik weet het dan niet. En daarna ga ik kijken bij de voetbalwedstrijd van Stan. Hij kan eindelijk voetballen. Ik heb Stan dus nog nooit zien voetballen. Door corona. En we hebben nu gewoon al bijna een jaar. Echt bizar. Dus ja. Ik ga Stan nu voor het eerst zien voetballen. Heel erg benieuwd. Daarna ga ik boodschappen doen voor morgen. Morgen hebben we dus het verjaardagscadeautje van Anna. Waar we dus gaan grachten in Amsterdamse gevaren. Gaan grachten. Gaan varen in de Amsterdamse grachten. Dus Nia en ik gaan even drank en lekker hapjes verhalen. En daarna ga ik mijn nagels laten doen. Want die moeten ook echt gedaan worden. Helemaal drukke planning. Echt wow. Dus gondelvaart. En dan gaan we met z'n allen met de boten de plas op. En dus een vuurwerk. En één spektakel. Helemaal gezellig. Dus ik heb helemaal een leuk weekend. Dus ik heb helemaal zin in mijn weekend. Gewoon love it. Wij zijn even lekker inkopen aan het doen vanmorgen. Doos wijn, allemaal bier. We gingen net even kijken bij de wedstrijd van Stan en Daan dus. Ze hebben 1-0 verloren. Maar ze gingen tegen een team wat eigenlijk hoger als hun speelt. Dus eigenlijk hebben ze het wel goed gedaan. Ja, voor in principe is het goed gedaan. Ja, voor maar ja, wij zijn even een zaap aan het halen. Nou jongens, we zitten op de bank. Oela, heb je drie zakken chips mee, hè? Kijk hoe leuk dat is, jongen. Hoe die jas is. Helemaal leuk. Die box gaat hard, jongens, helemaal. Oh, taartje, plaatje. Jongens, ik vind het helemaal het einde. Helemaal het einde. Kijk hoe gezellig. Waar is het? En alle schatten. Amarella. Hoe? Wat is dit? Even serieus. I love it. Mooi! Jongens, ik vind het zo mooi hier. Helemaal gezelligheid. En een je ziet het allemaal, maar ik heb het al in de vlog verteld, hè, want deze vlog komt pas online. Ik hou niet van verrassingen, jongens. Ik hou er niet van. De vlog komt online. Waar ik niet al geweest. Dus ik, dus ik heb het al verteld in de vlog. Ik ga je vlog kijken van tevoren. Wanneer krijg je te weten? Ik, morgen. Ik ga straks je vlogcamera afpakken en dan ga ik alles terugkijken waar je hebt. Nee. Je bent slecht, Annie. Je bent slecht. Welkom bij het 20ste Torenschuddersfeest in Nieuwkoop. Ik ga even Pluk Legends filmen. Jezus, dit is fel! Normaal joh. Maar je komt er wel beter uit hoor, Flinkie. Doe het anker maar weer uit. Ja, die ligt al uit hoor. Oh! Zo, groot joh. Ik heb het al gedaan. 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 Hele goede morgen allemaal. Ik heb mijn Nini-bal. En ik ben echt lekker brak. Lekker brak. Ah, ik wil dood. Maar goed, we hebben vandaag een drukke planning. Ik ben echt al super lang op en ik heb super veel gedaan al. We gaan dus vandaag varen in Amsterdam voor Anne de verjaardag. Vet leuk. Fucking leuk. We hebben net even de laatste boodschappen gehaald en zijn nu onderweg naar Anne. Dus het is helemaal geregeld en al en top. We hebben wel echt stress gehad afgelopen. Ja, jezus. Dus alles regelen, want alle jongens gaan ook mee. Ja, en jongens regelen natuurlijk niet. Nee, ja, die regelen helemaal niks. Het is zoveel meer regelen als je denkt, het is echt bizar. Je denkt echt aan, uiteindelijk denk je van, oh, dat moet je ook nog hebben. Dat moet je ook nog hebben. Ja. Bijvoorbeeld bekertjes zou ik heel snel vergeten. Bekers, ijs. Ijs zou ik ook snel vergeten. Maar... het is echt... Hoeveel drank? Hoeveel drank moet je hebben? Dat, daar begint het al. Jongens drinken echt wel veel hoor. Ja. Gelijk met mij dus. En ga je ook sterk of ga je alleen bier en wijn?
Ja. Ik ben blij dat we gisteren werk hebben gedaan. Dan moest je nog helemaal fris en weet ik het allemaal. Dan moet je ook al die mixdrankjes, echt een zooi op die boven zit. Kunnen beter daarna gewoon nog eventjes een beetje uitgaan als we dat willen. We hebben lekker allemaal hapjes. Komt helemaal goed. Oh ja. We zijn in de boot. Het is echt super, super mooi boot. Heerlijk groot. Super gezellig. Varen we net door allemaal mooie grachten. En dan ga ik het nu filmen. Maakt niet uit. Hé, bootje, lekker genieten. Annie blij. Verrassing voor Annie. Leuk. Heel leuk. Ik zeg, varen we net door allemaal mooie grachten. Ga ik nu filmen met dat lelijke stuk. Ah joh. Paulus. Mountain. Was het leuk? Het was een fantastische middag. Het was fenomenaal. Het was echt fenomenaal. Goed weer. Hadden we niet verwacht. Nee. De muziek mocht niet zo hard. Nee. Maar nu zijn we lekker op de kant. En nu gaan we lekker uit eten en lekker planeren. Woehoe! Planeren tot we doodvallen. Ik ga niet. Bart, wat? Welkom bij de vlog. Ik ga helemaal stuk. Marshalen. Jongens! En we hebben gewoon een scooter gehuurd. We zijn helemaal kloten. We hebben net trouwens even lekker gegeten ergens. Een lachje. Een burger. Hè, kappa? 100%. 100%. We gaan met die banaan. Een hele goede avond. Het is inmiddels maandagavond. Gisteren was echt zo leuk. Ik was alleen gewoon laat thuis. Aardig wat bakjes op. Vanochtend vroeg stage. Ik zeg kotsmisselijk de hele dag. Maar ik heb het overleefd. Nu lig ik op bed. Ben echt niks aan het doen. En ik ga zo naar Stan slapen. Super veel zin in. Doe ik mijn babyschatje. Hij heeft vannacht thuis ook bij mij geslapen. Maar heb ik elkaar bijna niet gezien, want ik was vanochtend dus al vroeg weg. Dus ja, dit was eigenlijk het einde van de weekvlog. Het was echt een bizar leuk weekend. Ik denk dat het uiteindelijk echt tering leuk vlog is geworden. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje te geven als je de weekvlog leuk vond. En om mijn kanaal te abonneren, support your girl, klik op de rode knop. En vergeet de notificatiebonnetje aan te zetten, want dan blijf je altijd op de hoogte van een video plaats. En vergeet me zeker niet te stalken op Instagram. Dat is @sarahverwoerd. En dan wil ik jullie echt gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Bye bye.